Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, ik krijg heel veel vragen van kijkers wanneer ik eens een keer op glad ijs ga begeven. Nou, dat ga ik dan bij deze doen. Welkom bij Schaats- en Skielervereniging Breda. Erik Bielaars. Dan kom ik uit de periode Vater Keesje, heer Jan Bols. Ja, zoiets. Voorzitter van Schaats- en Skielervereniging Breda, kortweg SSVB. Mooie vereniging trouwens. Ja, een hele leuke, hele fijne vereniging. Niet te groot, ook niet te klein, waardoor je de lijntjes kort kunt houden. Het is niet eens een keer leuk om een keer een open Bredaarse kampioenschap met z'n een keer te organiseren? Nou, wat ik weet is dat altijd wel bij ijsvermaak gebeurt op natuurreis. Zodra dat natuurreis is, dan gaan er altijd open Nederlandse kampioenschappen en dat soort zaken georganiseerd gaan worden. Maar open Breda's, ja, gebeurt eigenlijk alleen op natuurreis. We hebben het hier eigenlijk nooit op kunstijs gehad. Het heeft ook te maken met het feit dat je allemaal als verenigingen zelf hier actief bent. En dus, net zoals wij vanavond, ons eigen clubkampioenschap hebben. Maar het zou een idee zijn. Talenten. Ja. Nou, zal ik het aan elkaar praten als het georganiseerd wordt? Dat wil ik dan wel doen bij deze. Dat is goed, ja, prima. Dan houden we dat even. Die is klaar, dat is geregeld. Ja. Talenten bij jullie, zijn die er toch wel die in het gewest schaatsen? Ja. We hebben op dit moment twee mensen die er toch wel een beetje boven uitsteken. Er zijn er meer die er tegenaan schokken. Kiara Adams is een van de mensen bij ons die op nationaal niveau acteert en heeft geacteerd. Die is gisteren op het NK Pure Sprint in Den Haag is die derde geworden op de 100 meter. Is daarna ergens, ik meen, bij de eerste 10 nog wel geëindigd in het totaalklassement. En Michael Clifton, dat is iemand die op gewesteld niveau schaats. Op het moment dat rijders eigenlijk het niveau van de club ontstijgen, dan komen ze aanmerken voor het gewest. En die schaats op gewesteld niveau, wel namens SSVB natuurlijk. En daarnaast wordt ik nu begeleid via Deltalent. Een opvallend gebeuren dat jouw vereniging toch wel vrij tot zeer professioneel wordt geleid. Mag ik ook wel zeggen, ook achter de schermen. Och, nou, laat ik het zo zeggen, je maakt een vereniging met z'n allen. En een clubavond als deze, daar heb je al gauw een man of 25 voor nodig om iemand ook maar één streek op het ijs te laten rijden. Je hebt een jurytoren nodig waar handtijdwaarneming, elektronische tijdwaarneming zit. Wedstrijdvoorbereiding, je hebt de scheidsrechter nodig, je hebt starters nodig. Dus voordat er wedstrijden gereden worden, is er van tevoren een heleboel gebeurd, maar moet er naast de baan ook een heleboel gebeuren. Erik Bielaars, we gaan weer beginnen met de volgende ritten. Ik wens jou heel veel succes met SSVB. Dankjewel. En ja, eigenlijk kan vriezen het kan dooien, maar jouw vereniging zal blijven bestaan. Ja, maar het liefst wel vriezen. Oké. Okay. Want dan halen we onze leden vandaan als het vriest buiten. Erik, bedankt. Goed zo. Tot kijk. Dag. Doei. Kiara Adams, ja. 500 meter, 1500 meter, of zeg jij veel te lang? Veel te lang, het liefst zo kort mogelijk. Ja. Ik dacht dat jij zegt 140 meter voor de dames, 160 meter voor de heren. Dat klopt, ja. Dat spreek je allemaal aan, geloof ik, hè? Ja, klopt. Dat vind ik heel apart, weet je, zeg. Want nou kom ik uit die periode dat er vroeger nog ijs lag. Dat was echt korte baan, mensen lekker buiten, niet in zo'n vreemde hal. En schaatsen en klappen. Ja, ja, niet zo kort mogelijk inderdaad. Even lekker naar het noorden van het land toe. In Bantega bijvoorbeeld. NK gereden, NK korte baan, 140 meter. Een paar jaar geleden achtste geworden. Dat ging heel goed. En nog een buitenop gereden, de NK, ik begreep het. Mm-hmm. Ja, gisteren heb ik NK pure sprint gereden in Den Haag. En derde geworden op de 100 meter. En in het eindklassement 13e. Ik denk toch dat het schaatsen weer een beetje terug moet. Van die 10 kilometer, vroeger hadden we Art en Keesje en Jan Bols. Ja. Ik krijg een beetje het idee dat het een beetje over is, al die rondjes rijden. Ja, ik ook. De 2500 is vrij lang om naar te kijken. Ik vind de 500 ook veel leuker om te zien. Heb je een aparte training daarvoor? Nee, we zitten in een algemeen lange baanploeg. En sprinters en allrounders worden wel apart genomen soms. Maar het is vooral gewoon doen waar je goed in bent.
Ja, ik blijf het een kijksport vinden. De korte baan, laat ik het zo maar noemen. Maar ze noemen het tegenwoordig pure sprint, hè? Ja, klopt. Ja, voor de B en de C junioren is het supersprint. 2x100, 2x300. En daarna krijg je dus pure sprint, 100, 300, 500. Ja. Nou, ik ben blij dat ik weer eens een keer iemand heb mogen ontmoeten. Ook een dame trouwens, die echt van dat, dat snelle werk houdt. Grandioos. Ik hoop je ooit nog eens een keer te zien op de NK, maar dan op natuurreis, hè? Ja. Spreken we dat af? Ik vind het grandioos. Tiara, bedankt en succes met je carrière. Dankjewel. Dankjewel. Je hebt bij mij Michael Clifton. Ja. Jij hebt als voorbeeld de bloedjes gebeeld, hè? Ja, ja, zeker. Sprinten, ja. Dat is mijn favoriete afstand. Dat doe ik graag. Jij bent van de lange afstand overgestapt naar de korte afstand. Waarom eigenlijk? Ja, dit was een beetje demotiverend, want ik viel vaak, zeg maar. Ik had vaak een mooie marathon gereden. En dan viel ik af en toe nog wel eens. En ja, sindsdien wou ik eigenlijk niet meer zo'n marathon gaan rijden. Dus ga je nog toeleggen dan op de 1000 of de 1500? Nee, puur de 500? Nou, ik ga natuurlijk wel 1500 en 1000 gewoon rijden. Dat gaat er zeker in het pakket zitten. Alleen, ik wil me graag concentreren op sprint, omdat ik dat gewoon ook leuk vind. Je rijdt namens SSVB wel voor het gewest, hè? Noord-Brabant, Zeeland? Ja. En Limburg, denk ik. En Limburg, ja. Dat erbij hoort uiteraard. Ja, dat hoort erbij. Is dat op een gegeven moment dat de Noorders trainen veel meer? Je hoeft niet veel te trainen. Als je goed bent, hoef je niet veel te trainen natuurlijk. Maar ja. Daar kom ik niet aan. Nou, met de Noorders nu trainen op deze leeftijd is sowieso eigenlijk niet zo'n slim idee. Het is slim omdat je het gewest waar ik nu zit, die concentreert zich ook volledig op mijn leeftijd en wat is goed voor mijn leeftijd. En niet, die overtrainen niet, die gaan niet te ver in wat wij doen. Die gaan ons vooral leren goed te trainen. En dat vind ik belangrijk. Nou, daarom blijf ik graag bij het gewest. Ik heb in ieder geval al gevolgd met de schaatsen. Ik wens jou heel veel succes in de toekomst. En ik weet zeker dat de Noorderstonden een beetje bang voor je worden. Ja, misschien over een jaar of 10. Oké. Hey, ga je goed, jongen. Bedankt. Oké, jij ook. Wim van Duren, Klaas van Duren, Joop Spinoven, Appie van Adrichem, Klaas en Nes. Waar heb ik het eigenlijk over? Nou, dat waren de korte banenwedstrijden, vroeger dus in de jaren 1960 ongeveer. Polsbroek, waar hebben we niet gereden eigenlijk? Ik kan wel zeggen overal. Appie van Adrichem, dat was ook een rakker. Wim van Duren, Klaas van Duren was eigenlijk de oude. Ja, en ons nest in Polsbroek was bij de familie Zijdelaan natuurlijk. Ja. Hè? Dat weet jij misschien ook wel, hè? Zulke soort dingen. Dus, En dan uiteraard Joost Spinhoven. Ja, Joost Spinhoven, ja. De lange klepper daarmee. Ja, maar we hebben het nu toch over de matchfixing. Ja. Die kampritten die jullie wel eens deden, werd toch ook wel eens... Werd wel eens 12 uur, hè? Dus dat werd toch normaal gesproken altijd uitgereden. Hè? Maar wat ze eigenlijk wel vergeten zijn, is dat je natuurlijk wel een paar records op je naam hebt staan. Ook dat, ja. Daarna is het spelletje bij mij begonnen natuurlijk. Toen ben ik in de kernploeg opgenomen. En ja, 4 jaar in de kernploeg gezeten. Met uiteraard Van de Grift, hè, een van de ouderen. Schenk erbij, Kerk erbij. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Hè, maar net niet de grote top kunnen bereiken van de Olympische Spelen. Dat was jammer natuurlijk. Hè, want ja, toen had ik Nederlands record had ik op de 500 meter. Ik had een paar keer op het podium gestaan, altijd op de 500 meter. Want ja, het was altijd sprinten natuurlijk voor mij. He, want wat er nu gereden wordt, dat was natuurlijk niks voor mij. Nee, maar nu is het sprinten. Dus jij bent nu trainer bij SSVB. SSVB, Deze uitzending krijgt een heel andere wending. Oké. Het was eigenlijk de insteek van SSVB met Erik Dielas, de voorzitter. Ja. De lange baan onder andere. Ja. En we komen terug op de korte baan. Ja, en ik wil zeggen, vroeger was beter, maar het was wel gezellig. Het was wel leuk. Maar ja, dit is natuurlijk zo vreselijk leuk. Als Zuid-Hollander hier in Brabant bij deze gasten te zijn. Ja, maar ik kom uit de provincie Utrecht. Ook leuk. Maar als je ziet wat voor jongens dat ik gehad heb en meisjes hè, die dus doorgestroomd zijn. Nou, er zijn er ook alweer een paar bij die zijn gestopt. Hè, maar die gasten, kijk daar rijdt er eentje van mij. Die hebt nog een hele grote toekomst natuurlijk. Kom op, Juri! Dus maar ja, dat is enorm leuk. Maar hè, dus, als ik daar gewoon afsluit. 160 meter, dat is het. Dat is het wel natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk die boerenwedstrijdjes die wij daar zo noemen. Daar kwamen natuurlijk gewoon 1000 man kijken. Polsbroekerdam, hè. Kijk, dat bedoel ik, hè.
Rijen Dikman. Ja. Hartstikke leuk. Maar ja, na afloop krijg je wel een koffer, dus ja. Naar de hoek ook krijgen zometeen. Ik denk dat het nog wel. Okay. Ik wens je heel veel succes bij SSVB. Ja, zou wel lukken. Grandioze trainer. Ja. Een van mijn idolen, na mijn vader. Ja, ja, jij ja. Toch mijn idool. Ja, dat is wel leuk. En het gaat je goed, jongen. Dankjewel. Hey. Oké. Okay.